Hoi, ik ben Luc en ik ben videomaker bij Hallo Thuis. Ik probeer moeilijke dingen op een eenvoudige manier uit te leggen. Vandaag wil ik het met jullie hebben over stress. Hallo Thuis. Hallo Thuis. Hallo Thuis. Hallo Thuis. Wat is precies stress en waar heb je dan last van? Je hebt Twee soorten stress. De eerste is positieve stress. De tweede is negatieve stress. Of beter gezegd, van de negatieve stress heb je in het meeste last. Een muzikant die gaat optreden heeft ook stress. Maar door deze stress wordt hij alerter. En daardoor kan hij nog veel beter optreden. Je ziet dan ergens tegenop of je maakt je druk. Of je eerste werkdag op de dagbesteding wel goed gaat. Soms worden mensen letterlijk ziek van stress. Bij stress maak je het stresshormoon cortisol aan en je hartslag gaat omhoog. Hierdoor voel je je dan heel zenuwachtig en niet relaxed. Het is echt niet fijn als je last hebt van stress, want dan kun je gewoon niet genieten van wat je aan het doen bent. Je kan bijvoorbeeld even een stukje gaan wandelen, want wandelen zorgt dat je minder stress hebt. En natuurlijk muziek luisteren kan ook zorgen dat je minder stress ervaart. En wat ook kan zorgen voor minder stress, is goed voor jezelf zorgen. Zorg voor voldoende ontspanning, blijf gezond eten en beweeg voldoende. Maar wat ook ontzettend belangrijk is, ga lekker de natuur in. Vogel spotten of zo. Ikzelf heb ook vaak last van stress. Dan gingen we op vakantie en in de nacht daarvoor kon ik niet slapen. Ik ging alleen maar denken of we de boot wel zouden halen, of de reis allemaal wel goed ging. Ik maakte me daar heel erg druk om en daarom kon ik dus niet slapen. Ik denk dat stress een beetje bij mij hoort. Ik heb vaak altijd wel een beetje stress bij mij. Soms heb ik ook wel stress of een filmpje als dit wel leuk wordt. Maar ik denk dat ik gewoon op mezelf moet vertrouwen dat het wel goed komt als ik maar mijn best blijf doen. Ik weet je wat ook heel erg helpt bij echte stress? Is even ademen. Dus op je ademhaling letten en even. En volg je adem en blijf dat doen en dan word je vanzelf ontspannender. Gelukkig is mijn stress al wel veel minder dan vroeger. Ook nog een tip van mij: als ik denk ik heb stress en ik blijf denken dat ik stress heb, dan wordt het dus niet nooit minder. Dus je moet gewoon even afleiding gaan zoeken, even een muziekje luisteren of even de ademhaling doen, dan komt het ook allemaal goed. Hebben jullie wel eens last van stress? En hoe gaan jullie daarmee om? Misschien heb je wel een hele goede tip. Laat het weten in de reacties. Tot de volgende keer. Doei!